Nu nog kan iedereen van 18 jaar en ouder in de coffeeshop terecht voor een zakje wiet of een stukje stuf. Na 1 mei kan dat alleen na inschrijving bij de coffeeshop. En dat vinden veel coffeeshopbezoekers maar niks. Ik vind het gewoon zware onzin. Sorry, ik ga het niet doen. Dan ga ik liever stoppen dan wat... Ja, je kan het altijd wel op een andere manier halen, maar ik ga geen wietpas aanvragen. Ik vind het hartstikke onzin. Ik denk gewoon dat de overheid daar geld uit wil gaan trekken, zeg maar. En doe maar niet. Ja, ik denk het wel. Ik rook zelf, dus ik denk het wel ook wel handig is, ja. In veel coffeeshops gaat het niet om een echte pas, maar om inschrijving op basis van een legitimatiebewijs. 3/4 van de coffeeshopbezoekers heeft bezwaren tegen die registratie. Eigenlijk is het dus in te zien, denk ik, in gegevensbestanden dat je dus iemand bent die wiet koopt. Ik weet niet in hoeverre dat invloed heeft, maar ik maak er zelf geen geheim van. Al jaren, maar het is wel gekoppeld. Dan de gewone burger. Wat vindt die ervan? Nou, die is wel voor invoering van de wietpas. 59% vindt het een goed idee, 24% is tegen en 17% weet het nog niet. Ik denk wel dat ik het goed vind, maar of het helpt, daar heb ik echt mijn twijfels over. Ik moet het helemaal afschaffen, denk ik. Want ja, ik ben geen gebruiker van wiet of zo, dus. Ik denk dat je meer overlast krijgt. En de mensen die aan wiet willen komen, die wiet willen gebruiken, die komen er toch wel aan. Dus ik denk dat ze dan gewoon in de illegaliteit komt. Opvallend is dat veel coffeeshopbezoekers in het onderzoek zeggen niet afhankelijk te zijn van de coffeeshop. Ook zonder wietpas denken ze makkelijk aan softdrugs te kunnen komen. 45% van de coffeeshopbezoekers denkt dat ze op straat hun drugs zal kunnen kopen. Onze politie kan allemaal nooit aanpakken wat er geroepen wordt van wij pakken dat al aan de straathandel en de achterdeur dus. Driehoogachtig. Jeugd die kan dat gewoon kopen. Maandag in Onder Ons meer resultaten van het onderzoek. Brabanders vrezen massaal de negatieve effecten van de wietpas.